Een weekende feesten bij Jeu de Boule vereniging Le Jetteur in Schaijk betekende boelen, eten, boelen en weer eten. Het was dan ook niet zomaar een feest. De vereniging bestond 25 jaar. De oprichter, Marie van der Heijden, werd uitgebreid in het zonnetje gezet. Vanaf nu mag hij zich tooien met de titel erelid. We zullen zo meteen het schema waarop het goed moet worden proberen op het scherm te krijgen. Dan kan iedereen gelijk zien van tegen wie en met wie je moet boelen. Er zijn geen vaste banen, dus er staat geen baan in erbij. Je kiest voor een lege baan. We hebben er 19 uitgezet, 18 aan die kant en 1 baan in de bak hiervoor bij de sporthal. Samen zonder tanden brengen op elkaar. We lagen in een bedje. Mari dan, Leonard, Jan en nog een paar. Zeg maar jij bent als enige die er eigenlijk als grondlegger van over is geweest. En ook Leentje is zeg maar is meteen lid geworden. En dus ook 25 jaar lid van Le Jetteur. Leentje heeft ook altijd zeg maar die fotoboeken bijgehouden. En we zijn daar haar ook heel dankbaar voor. Maar Mari, als oprichter, als oud-voorzitter. Mari, aan het applaus te horen, vindt iedereen dat je het heel erg verdiend hebt. En we hebben een oorkonde gemaakt die ik jou ga overhandigen, zeg maar als aandenken dat je zeg maar als erelid bent benoemd. Ja, in een zilveren lijst. Leentje. Ik verstoor je flikker van je. Het was met eten, drinken, taarten. Geweldig mooi weer. Geweldig bedankt. En ik kom jullie persoonlijk de hand schudden. En ja, als u dus nog vaker moet organiseren, een feest, dan weten we in ieder geval wie we moeten vragen.